Ik heet Tijn Hageman en ik zit in het eerste van de opleiding Sport en Bewegen. Ik ben Glenn van Becky en ik zit in het eerste van Fris en Verkut. Ik ben Isa en ik zit op school elke dag. Ik ben Justin, ik zit op de Sport en Bewegen opleiding, niveau 3-4. Wat wil je laten worden? Ik wil een psycholoog worden in de criminele sector omdat ik dat heel interessant vind. Ik wil een personal trainer worden omdat ik het leuk vind om mensen te helpen om een doel te bereiken. Je hebt zeker een grote rugzak. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks in mijn rugzak, alleen een laptop. Ik heb heel veel in mijn rugzak. Ik heb allemaal boeken en ik heb mijn etui, ik heb mijn laptop, ik heb alles. Ja, bij mij valt het wel mee. Ik heb meeste lessen online. Per dag 1 of 2 boeken die ik mee moet nemen. Hoe is het om de kleinste van de school te zijn? Je wordt wel aangekeken. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik ben een van de langste. Ja, ik ook. Vond je het spannend om naar je nieuwe school te gaan? Nee, niet echt. Ik vond het meer heel leuk. Ja, voor mij was het echt een nieuwe start, maar ik heb geluk. Ik zit bij veel vrienden in de klas. Ja. Ga je je school afmaken? Ja, dat ben ik wel van plan. Het is sowieso belangrijk om papieren te hebben als je personal trainer wil worden. Want anders gaan mensen hier niet echt om hulp vragen. Ja. Ik ook echt. Ik heb geen keuze. Ik zit in de eerste. Ik kan nergens anders heen. Ja, zeker weten. Ga je nou ook nog HBO doen en die wil ik ook gewoon graag afmaken? Ja, ik ga wel proberen om mijn school af te maken, alleen ik weet nog niet hoe het loopt. Wat vind je het leukste aan je nieuwe school? Alles. Ja, de mensen, de lessen, de omgeving. Ik vind het, ja, echt leuk. Ja, ik vind het ook vooral leuk dat ik dingen in de praktijk doe. Dat het niet alleen maar theorie is en ook gewoon veel dingen doen. Want, leren ben ik niet echt heel goed in, zeg maar. Ik vind het leukste om gewoon met mijn klas samen te zijn en kat kwaad uithalen.